Ik leef voor zin, jongen. Allee, moet ik het nu lezen? Oké, ik zal hem lezen. Oké. Oké, start. Ik begon eindelijk te lezen in het boek dat Cliff me kost wat kost wou laten zien. Op het eerste zicht leek het me niet zo speciaal. Het was eerder een oud manuscript. Aan de schrijfstijl te zien had ik geen idee hoe oud het kon zijn. Het was eigenlijk, zoals Cliff zei, een beschrijving van een hoogstwaarschijnlijk fictief eiland. Maar toch, het wordt zo intens beschreven, alsof elk deel ervan tot in de kleinste details werd doordacht. Alsof alles op het eiland een betekenis heeft gekregen. Elke steen, elk levend wezen. Man, man, man. Best fascinerend. Maar toch, wie had zich hier eigenlijk mee bezig? Ik las verder. Ik stuit op een klein notitieboekje ergens halfweg. Het bleek een dagboek te zijn. En het begon met een verhaal over een lang vervlogen tragedie. Van iemand die op de vlucht was. Hij ontsnapte naar een eiland dat zijn redding betekende. En het was dit eiland dat hij samen met zijn vrouw Catherine doopte tot mist. Samen bouwden ze er een nieuw leven op en kregen twee zonen, Cyrus en Echinar. Ik vond een andere tekening van het eiland. Het is vrijwel identiek aan degene die ik zag bij Cliff thuis, behalve dit. Petrus. Zou dit hem kunnen zijn? Ik las verder in de teksten en het werd nog vreemder. Mist kon blijkbaar niet bereikt worden via boot of ander transportmiddel, maar enkel door het gebruik van zogenaamde portaalboeken. Boeken die door middel van een oude schrijfkunst een doorgang werden tot deze werelden. Iedereen die in het bezit was van een portaalboek kon met een simpele aanraking op het eiland Mist belanden. Jezus, wat is dit? Science fiction? Oké. Genoeg gelezen voor vandaag. Je hebt gelijk. Het is een verdomd intrigerend boek. Maar ik heb geen idee wat ik ermee moet. Ik vraag me gewoon af waar je bent. En wat je bedoelde met je laatste bericht van deze ochtend. Zou het dan toch met dit boek te maken hebben? Sorry, Cliff. Soms kan ik er gewoon niet meer aan uit. Of misschien ben ik gewoon te oud voor deze onzin. Wie weet.